jonge ondernemer even laten vertellen hoe hij vindt en ervaart hoe je in deze maatschappij je business moet. Dankjewel. Eerst en vooral, dankjewel voor de speech voor de grote problemen die ik gehoord. Mijn naam is Slova Kramer. Ik ben de oprichter van Why Not Threes, een trainingprogramma voor werkgelegenheid. Iedereen van achter kan mij horen. Ik wil vandaag gewoon heel kort spreken over mijn subjectieve kijk op wat millennials denken, voelen, wanneer ze vooral in de IT-sector werkgevers zoeken. Uit mijn ervaring, uit mensen waar ik mee spreek, mijn vrienden, kennissen, klanten. En ik wil misschien helpen brainstormen hoe dat wij, als we samen een plan vandaag gaan bouwen, denk ik, hoe dat we iets kunnen bouwen dat een sector kan laten groeien om die 15.000 jobs te vullen. En dus, dat is het doel, dat is denk ik de relevantie ook voor jullie, om de kijk in de achtergrond te zien van iemand van mijn generatie en hoe dat we dat dan allemaal samen in een band kunnen steken. Nu, het eerste wat ik wil vragen is, hebben jullie een paar populaire bedrijven die opkomen in de IT-sector waar jullie zeggen van, zij hebben geen probleem om jobs op te vullen? Dan heb ik een idee van Google. Google is één. Een andere? Microsoft. Google. Apple heb ik gehoord. Oké, we hebben deze goed. Dus de Google, de Apples, de Facebooks waarschijnlijk ook. Zij hebben dus geen probleem. De volgende vraag dan is, wat doen ze om geen probleem te hebben? Want uiteindelijk zitten ze allemaal in dezelfde sector als jullie. Het is allemaal IT. En sommigen zeggen dat het een sector is die saai is, en anderen zeggen juist dat het een sector is die enorm bloeit, die heel interessant is. En Google en Facebook zijn allemaal voorstanders van dat. En wat doen de Googles en de Apples dan, dat jullie tenminste denken, dat mensen aantrekt? Iemand? Nou, een startsalaris van tussen de 100.000 en $150.000. Ja, nee, kunnen we met z'n allen om lachen, maar dit is wel gewoon de realiteit. Salarissen, maar is dat ook voor de internships bijvoorbeeld? Ze creëren een community. Een community, ja. Salaris, community, ja. Ik ben zowel bij Facebook als bij Google geweest. Ja. Wat zij creëren is dat ze de medewerker heel veel eigen ruimte geven. Om eigen initiatief, om eigen ideeën uit te werken, daar een community voor te zoeken binnen de organisatie zelf. Dus dan iedere keer mogen we een stap verder, zolang dat levensvatbaar bij te zijn. Ja. En uiteindelijk bottom line op waarde toe kiest. Top, ja. Klopt. Dus ideeën, community een beetje aangeleund, maar eigen creativiteit. Top. Ja. Wat kunnen we doen met eigen ideeën binnen de organisatie? Okay. Ja, dat is heel belangrijk. Nog twee? Ik kom net uit Silicon Valley. Ja. Maar wat je daar ziet is dat de wereld je speelveld is. Dus zij de wereld is je speelveld. Zij houden de mensen overal vandaan. Top, ja, inderdaad. Ze zorgen dat je je thuis voelt. Ze zorgen dat je je thuis voelt. Ja, perfect. Ik heb voor mijn speech al die dingen ook zien opkomen toen ik vragen stelde en zelf naar mijn geschiedenis keek toen ik student was en job zocht. En dingen zoals dat kwamen op. En ik heb ze samengevat in drie puntjes. De drie puntjes zijn zelfstandigheid, vrijheid en creativiteit en gewaardeerd worden daarvoor. En dat de ideeën serieus worden genomen. Laten we even inzoomen met een paar persoonlijke verhaaltjes, zodat jullie snappen wat ik daarmee bedoel. Dus het eerste, zelfstandigheid. Ik herinner me heel lang begin toen ik nog student was en ik appliqueerde voor heel veel jobs. Webdesign, al die dingen, ook heel veel IT. Omdat toen in die generatie was een paar jaar geleden, maar ik had dus wat meer technical know-how hoe dat al die dingen werkte tegenover andere bedrijven. Dus ik kreeg dan een job als een intern en ik mocht dan al die dingen doen. En ik herinner me, in een van die sollicitaties kwam ik bij een bedrijf en heel dat interview zit de persoon tegenover mij te zeggen
er zijn zoveel commissies, je kan zoveel geld verdienen. Het belangrijkste is wel output. En op het einde valt hij dat allemaal samen met als je binnen de 3 dagen een bepaalde output niet behaalt, dan kunnen we eigenlijk geen job aanbieden. Dus alles hing vast aan die output en de manier waarop ze dat doen is met commissies, geld en gewoon meer geld gooien. En doing was super leuk voor mij, want ik was een student, ik had geen geld, ik heb geld nodig, cool. Dus ik pakte de job, ik nam de job, ik ging in dat bedrijf en ik begon direct een druk te voelen. En hoe meer en hoe beter ik presteerde, hoe groter de druk werd, want ik kreeg meer om te doen. En ik kreeg nooit promoties. Er werden altijd beloftes gedaan, maar nooit echt die promotie gekregen uiteindelijk. Door bureaucratie, hiërarchie, rare regeltjes, rare dit, dat. En dus heel veel beloftes konden niet vervuld worden. En dat waren die momenten, als we een paar maanden verder doorschrollen, dat waren die momenten dat ik naar mijn werk ging en ik begon te beseffen dat er geen community is, wat iemand heeft gezegd. Het is gewoon output. Output zo snel mogelijk, zo veel mogelijk. En hoe meer ik het deed, hoe meer ik besefte van, dit is misschien niet een bedrijf waar ik lang in kan blijven. Ik kan mijn studies niet voltooien met deze druk. Maar ik wil ook later niet blijven in dat bedrijf, want de stress is gewoon te veel en het is het niet waard. Dus ik heb geen vrienden daar. De mensen waar ik mee omhing, ik kwam naar mijn baas en ik zei, kom, we gaan allemaal naar de cinema, kom, we doen dit, kom, we doen dat. Maar ik mocht dat blijkbaar niet doen omdat er regeltjes waren over als bureaucratie. Of ze moesten met het hoofdkantoor checken, of dit of dat. En dus uiteindelijk had ik opgegeven op die ideeën. En er was gewoon geen community. En elke keer als ik probeerde vrienden te worden, werden we kennissen, maar nooit echt vrienden. Omdat er heel veel mensen waren die tegen elkaar werkten. Het was op commissies gebaseerd, dus er was heel veel concurrentie. En dus het werd een heel afgesloten job. En dus ik ging naar mijn job en het was heel leeg. En ik begon in dat moment, het eerste instinct dat bij mij opkwam, misschien ook bij jullie als jullie dat ooit meegemaakt hebben, is ik wil iets anders. En dus ik begon gewoon iets anders te zoeken. Binnen enkele weken had ik iets gevonden. En het relevante voor jullie is dat die job die ik had gevonden, had minder geld. Maar ik bleef daar jaren totdat ik mijn stad had gewisseld en naar Rotterdam ben gekomen. En ik heb voor deze speech gezeten en nagedacht, wat was het aan die job dat mij zo aantrekte, vooral omdat ze mij minder betaalden. En die dingen die jullie nu opbrengen, community, al die dingen, die kwamen daar ook op. Het idee daar, toen ik in de sollicitatie daar zat, het eerste wat bij hun opkwam is, Wij zoeken proactieve mensen die mee kunnen nadenken. Al in de sollicitatie was niks over geld. Het geld kwam helemaal op het einde omdat ik had gevraagd hoeveel verdien ik per uur, want niemand zei iets over geld. Maar heel de interview was, kan je meewerken in het team, kan je ideeën geven, kan je dit doen, kan je dat doen. Het was heel cultuur georiënteerd. En toen ik in de job kwam, begon ik mensen naast mij te zien, mijn bazen, hun bazen enzovoort. Dat waren mensen die 20 jaar in het bedrijf waren en gewoon verder bleven. Niemand praatte over commissies, niemand praatte over promoties, omdat je zag het gewoon, mensen die daar 20 jaar werkten en bleven werken. En als ik dan kijk naar wat de Facebooks en de Googles doen, en ik zat in een kleiner bedrijf, dus niet Facebook, niet Google, het was niet een grote brand of zo, het was gewoon een job die voldoende werkzekerheid aanbood, dat wanneer ze iets beloofden, dat men wist dat het ging gebeuren. En dan, elke keer als ik een idee had, had ik voldoende zelfstandigheid om dat idee uit te voeren, zolang ik uiteraard mijn job niet opofferde. En elke keer werd ik gestimuleerd om ideeën op te geven. Als we bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen hadden in het bedrijf, dan moesten iets nieuws ontwikkelen. Iedereen werd gehoord. En die creativiteit mondde zich ook uit in de volgende weken of dagen. Het mondde zich ook uit in de volgende weken en dagen. En dus opeens kwam ik in een bedrijf dat totaal tegenover was
tegen wat ik ervoor had ervaren. Mensen die mijn idee waarderen, ik had voldoende zelfstandigheid om het uit te voeren. Ik werd gewaardeerd voor mijn creativiteit. En mijn ideeën werden serieus genomen. En niet serieus genomen van, hey, ik luister naar jou, maar serieus genomen van, ik had een idee. Het werd opgebracht en een paar weken later deden we het helemaal met het team, met het bedrijf. Het werd in een product gedaan. Ook al was het een kleine aanpassing. Ik werd gewaardeerd omdat ik wist dat het gebeurde. Mag ik heel even vertellen? Ja, zeker. Maar dit verhaal dat je vertelt, dat is herkenbaar. Maar dat geldt voor alle sectoren. Sorry. Klopt, ja, inderdaad. Zit er nog een relatie met de sector? Ja. Ja, inderdaad. Dus wanneer ik dit verhaal dan terugtrek naar de IT-sector. Er zijn bedrijven in de IT-sector, ik ga geen namen noemen, maar die gewoon op basis van commissies werken, op basis van geld, op basis van output. Vooral in de IT-sector, output is belangrijk. En ik wil het accent meer verleggen van, hey, wat als wij de cultuur eerst doen en wat als de branding niet begint van, hey, wij kunnen al deze producten maken, maar wij hebben deze cultuur. Dat is wat Microsoft begon te veranderen een paar jaar geleden, een paar decennia geleden. En opeens begon Microsoft veel meer mensen aan te trekken. En de vraag is dan, wat als wij heel de sector zo beginnen te veranderen? Want in bepaalde sectors is dit normaal om een bedrijf zo op te bouwen. En dan ben ik aan het denken over marketing. In marketing is het heel normaal om een bedrijf uit te bouwen waar de cultuur ongelooflijk is, omdat creativiteit nodig is. In de IT zou het interessant zijn om ook vanuit dat standpunt misschien te beginnen. Omdat wat er dan gebeurt, is dat mensen die naar de universiteit gaan of hogeschool, dat ze dan weten dat juist die sector stabiliteit biedt, maar ook ontwikkeling biedt. En potentieel, dat is wat millennials ook willen, een impact. En dat is een sector waar je dan impact kan achterlaten. Want als een millennial naar de universiteit gaat en hij gaat IT studeren, ik ben nu heel algemeen dit, maar als ik naar de universiteit zou gaan en ik wil IT studeren, het enige wat ik dan zou denken is, oei, oké, ja, dan doe ik een paar ICT-projecten en wat is mijn impact? En ik ga waarschijnlijk, het is een heel harde veralgemening, maar dan werk ik met mensen die, ik weet niet wat te doen met hun leven. Terwijl als we met marketing, als we het marketingsector even bekijken, daar weet iedereen dat ze ideeën kunnen opgeven die potentieel een heel groot impact kan achterlaten. Je weet nooit of er een virale video gaat gebeuren. Er wordt werkzekerheid aangeboden in een groot marketingbedrijf, wat Facebook deel tijd nu ook wordt. Maar opeens, al dit samenvat, als ik dit ook, het is heel algemeen, maar als ik dit naar de IT-sector pak en elk klein bedrijf niet gaat denken van, oh, werkzekerheid, community, cultuur, dat is allemaal voor de Facebooks en de Googles, maar dat zijn net zoals de kleine marketingbedrijven vanuit dat oogpunt zouden starten. Misschien dat dat een sector zou kunnen stimuleren. En dan het hele verhaal dat ik wou schetsen. Het hele verhaal dat ik wou schetsen is, in plaats van op het einde dat te doen, wat best wel normaal is in de IT-sector van wat ik onderzocht heb. Waarom doen we het niet in het begin, bij de sollicitatiezaal? Maar dat we duidelijk schetsen dat dit is wat jullie willen, waardoor die verhaaltjes dan naar hun vrienden gaan, naar hun ouders gaan, en dat hun kinderen later dan weten dat de IT-sector een sector is waar er impact kan zijn, omdat hun ideeën gewaardeerd worden, omdat ze creatief kunnen zijn en potentieel een impact kunnen achterlaten. En uiteindelijk omdat ze de vrijheid hebben om zelfstandig te zijn. En ja. Ja, je zegt dus eigenlijk met sommige woorden van dat de millennials niet zozeer meer voorsorteren op hun baan voor het hele leven, niet zozeer meer voorsorteren op hun hoog salaris, want daar zeg maar andere zaken voor in de plaats komen, zoals de nutten van de creativiteit, zelfstandigheid, etc. Ja. En daar zou je als sector meer gebruik van moeten maken. Daar zou je, dat is iets dat je boek maakt. Ja, inderdaad. Werkzekerheid is heel belangrijk, omdat werkzekerheid creativiteit en impact kans geeft. Neem de werkzekerheid weg, dan gaan mensen weg voor hun job in plaats van voor wat ze moeten doen. Maar de millennial op het einde van de dag, vanuit mijn ervaring dan,
zoekt geen 20-jarige job in een bedrijf dat gewoon gaat vastzitten. Ja. Als je die lijn doortrekt naar jouw eigen IT-opleiding, jouw IT-onderwijs wat je genoten hebt, hoe kijk je daarop terug? Ben je dat is een ding dat ik wil opbrengen. Dus bijvoorbeeld, heel simpele dingen die dan opkomen zijn de hackathons van Facebook. En concurrentie in een competitieve vorm zoals hackathons, conferenties. Ja. En de reden waarom is, als je naar een hackathon kijkt, een hackathon wil, als een bedrijf een hackathon kan organiseren, dan wil dat zeggen dat ze mensen niet gaan afstraffen als ze iets extra doen, zoals naar een hackathon gaan, want ze organiseren het. En in een hackathon moet je met ideeën afkomen. Je creativiteit wordt zeker gewaardeerd, want je krijgt prijzen als je wint. En dus het brengt gewoon alles samen. En dus heel praktisch, zo'n ding organiseren zoals conferenties, hackathons. Wat ik doe in mijn bedrijf is, een van de jobs dat elke werknemer doet, is ze reiken uit naar inspirerende mensen dus waar dat ze in contact mee willen komen. En ze proberen die te interviewen. Want wat de brand die ik heb opgebouwd in de laatste jaren heeft gegeven, is dat wij naar die mensen kunnen uitreiken en dat zij dan ook antwoorden. Wat als ik gewoon als een individu zou doen, zou het niet gebeuren. Want dat is een andere manier dat ik dat probeer te stimuleren. Omdat nu doe ik die connecties niet, zij doen die connecties, want het was hun idee. Ze krijgen voldoende zelfstandigheid om uit te reiken en ze hebben alle support in de wereld om ook een antwoord te krijgen. Het zijn zo van die praktische dingen. Dank u wel, dat moet echt verder. Dank u wel.